Het Nationaal Herbarium van Suriname heeft vanmorgen haar driedelige documentaire gelanceerd in de aula van The Institute for Graduate Studies and Research. Het herbarium deed dit in verband met zijn 70-jarig bestaan, welke op 21 juli 2017 is herdacht. De documentaire is deel van het project 70 jaar herbarium onderzoek, educatie en dienstverlening in de schijnwerpers. Niet alleen onderzoekers, maar ook studenten, beleidsmakers en ondernemers maken gebruik van het herbarium. Volgens Elisa Suschen, projectcoördinator, is het daarom van groot belang dat de data toegankelijk wordt gemaakt voor het groter publiek. Het Biodiversity Information for Development project is gestart in 2018. En het houdt in dat de collecties van het herbarium gedigitaliseerd zijn. En binnen dat project waren er nog drie partnerinstituten betrokken. Dat zijn Amazone Conservation Team Suriname, SNRI Adron van Ikeri en de Nationale Zoologische Collectie. Binnen het project hebben we dus getracht om alle data over planten die momenteel beschikbaar zijn bij deze instituten te digitaliseren. Het is een droom geweest van het Nationaal Herbarium al sinds jaren om de collectie te digitaliseren. Het is namelijk begonnen met een kaartensysteem waarbij alle gegevens, de belangrijke gegevens van de plant, waaronder de wetenschappelijke namen en de locaties van voorkomen en de verzamelaars, werden getypt op een kaart en zo werd bijgehouden in een kaartenbak. Met dit project, het BID-project, is dus een aanvang gemaakt om de gehele collectie van het herbarium en de gegevens die de partnerinstituten hebben te digitaliseren. Met het digitaliseren is de stap gezet naar uitbreiding van de gebruikersgroep, zegt Traag, leidinggevende bij het Nationaal Herbarium. Die dienst wil ook haar focus tot buiten het Guyana-schild gaan uitbreiden. De uitbreiding van de collectie zal betekenen dat de nu beperkte opslagruimte aangepast zal moeten worden, weet Traag. Wanneer we kijken naar de toekomst van het herbarium, dan zijn er een aantal dingen die zeker nog gedaan moeten worden. En een hele grote wens is ook een levende collectie te hebben. We hebben hier een gedroogde collectie. Die willen we uitbreiden. We willen nog een algencollectie hebben en daarnaast ook nog een schimmelcollectie, dus de fungi. En dat zijn geen planten meer, maar het is wel een heel belangrijk onderdeel van ecosystemen. En dat is een hele mooie collectie als we die willen hebben. We zijn ermee begonnen, maar we moeten het uitbreiden. En dat is dan de gedroogde collectie. Maar daarnaast is een levende collectie ook heel erg belangrijk. En een levende collectie die wordt verzameld in een botanische tuin. En als we het hebben over een botanische tuin, dan is dat niet alleen wetenschappelijk interessant. Het is niet alleen interessant om de bepaalde planten systematisch te kunnen herkennen. Het is ook het conserveren van het genetisch materiaal. Want als je het levend hebt en je kan het levend houden, heb je ook altijd het genetisch materiaal wat voor de wetenschap heel belangrijk is. Dorothy Traag, hoofd van het Nationaal Herbarium. Er is een documentaire gelanceerd in verband met het 70-jarig bestaan van de dienst. De documentaire is gericht op de historie van het herbarium, de collecties, de waarden van de collecties en de vooruitzichten voor het instituut.